Dit was mijn veel te dure hobby. Vandaag zat ik al vroeg in mijn studio, want ik wilde echt even mijn YouTube video afmaken. Maar voordat ik begin zet ik altijd even lekker een ijskoffie voor mezelf. En daarna heb ik in één keer de video afgemaakt, waar ik heel blij mee was. Ook ben ik begonnen met het uitzoeken van mijn veel te dure hobby. En dat zijn deze figuurtjes. Het zijn een soort Funko Pops en ik wil een heel groot deel gaan verkopen. Sommige in mijn collectie zijn echt honderden euro's waard geworden, omdat alles niet meer te krijgen is. En zelf heb ik ze allemaal gekocht voor 25 euro of zo. De mooiste en duurste hou ik denk ik zelf en ga ik nog een mooi plekje voor maken in mijn studio. Maar over het algemeen heb ik er gewoon echt veel te veel. Heb ook nog even gebruik gemaakt van mijn vernieuwde washok, wat nu lekker opgeruimd voelt. Taco's gegeten. In de avond nog eventjes lekker thuis gesport. En de dag afgesloten met chill gamen.